Het bestuur van voetbalvereniging SV Urk praat morgen met de gemeente over de aanleg van een kunstgrasveld. Dat zei voorzitter Gerrit Meun gisteren in zijn nieuwjaarstoespraak. Kunstgras is een lang gekoesterde wens van de club, omdat de leden in de winter niet altijd kunnen trainen op natuurgras. De vereniging is bereid om een deel van de kosten op zich te nemen. Ik denk dat je als je in de hoofdklasse voetbalt, dat je gewoon niet kunt achterblijven. En voor de toekomst is dit natuurlijk een unieke mogelijkheid om mee te gaan doen. Is het een duur veld? 3,5 tot 4 ton. Dus dat is niet goedkoop. Jullie eigen bijdrage wordt dan? Nou, onze eigen bijdrage die wordt substantieel, dus behoorlijk. Je wilt het bedrag niet zeggen? Nee, ik ga geen bedragen voor camera noemen, maar we gaan echt wel behoorlijk mee betalen.